Welkom bij een nieuwe video van Mama Is en super leuk dat je kijkt. Ik weet het, ik ben afwezig geweest, maar ik voel me weer creatief. Ik heb weer zin om content te creëren, dus ik ben weer terug en ik heb je gemist. Deze video is in samenwerking met Solano Pro. Ik heb make-up ontvangen van Stageline en mogen testen. Op mijn blog vind je een uitgebreide review over de producten. Dus wat voor ingrediënten hebben de producten, wat doen ze voor je, waarom vind ik ze fijn en waarom zou ik ze ook aanraden. In deze video krijg je de producten te zien. Om te beginnen heb ik een waterproof foundation gekregen met SPF 50. Zo ziet het product eruit. Ik heb hem in de kleur 2 gekregen en dat is volgens mij, als ik het goed zeg, medium. Volgens mij heb je licht, medium en donker. Ik zal uiteraard natuurlijk de producten hieronder de video linken. En wat ik al net eerder zei, op mijn blog kan je dus uitgebreid mijn review lezen. En vind je ook weer de links naar de producten. Het tweede product wat ik heb mogen testen is de Exfoliant Mascara. En wat ik zo handig en zo fijn vind aan die mascara, er zit dus ook een wimpergroeiserum in één. Qua design ziet het er mooi uit. En waar ik zelf een fan van ben, is het borsteltje. Ik hou persoonlijk van echt wat grotere, dikke borstels. Als ze heel dun of klein zijn, ja, dan vind ik dat gewoon niet zo heel fijn werken. En als het ook zo'n grote en dikke borstel is, dan zorgt het ook voor dat je meer volume gaat krijgen. En dat willen we natuurlijk allemaal. Blink, blink, blink. En wat ik al zei, er zit een wimpergroeiserum in de mascara. En of dat nou werkt, dat kan je op mijn blog lezen. Ben je benieuwd naar deze producten en wat ze voor je doen? Dan kan je dus op mijn blog lezen. Ik zal de link hieronder zetten. En de links ook naar de producten. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Zoals ik al eerder zei, ik ben weer terug. Ik heb weer zin om nieuwe content te creëren. Dus zorg ervoor dat je dat niet gaat missen. Vergeet niet mij te volgen op mijn social media kanalen. Mijn Instagram naam verschijnt hier ergens in beeld. De link naar mijn blog vind je ook hieronder. Dus voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao! Een beetje Miami Vice feeling going on hier met de schouders en de lippenstift en ja, ik weet niet, die lippenstift is echt iets nieuws voor mij. Ik draag nooit zulke kleurtjes, dus ik voel me een beetje Miami Vice. Vind jij het leuk of denk je Miami Vice had in de jaren 80 moeten blijven?